Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Notubis, het samenwerkingsplatform voor heldere bestuurlijke besluitvorming. Robert-Jan van Duin, burgemeester in de Zuid-Hollandse gemeente Nieuwkoop. Met 36 jaar een van de jongste burgemeesters in Nederland. Kijk eens aan. Goedemorgen. Hey. Goedemorgen. Goedemorgen, Ferry. Hoe is het? Goed. Welkom in de mooie gemeente Nieuwkoop. Kijk. Leuk dat je er bent. Prachtig weer. Hoeveel inwoners wonen hier, Robert-Jan? Bijna 30.000. 30.000. Dus we zijn nauwgezet, houden we het in de gaten of de 30.000ste er al aankomt. Dat gaan we natuurlijk wel vieren dan. Nieuwkoop bestaat uit 90,19 vierkante kilometer aan dorpen en natuur. Sinds 2020 is Robert-Jan de burgemeester. Kijk, nou, dit is de raadzaal. Ja. Hier vergadert onze gemeenteraad. En dat is een van de taken van de burgemeester, is om die vergadering voor te zitten. Ja, en dan zit ik meestal hier. Kijk. En dan zit ik zo de raadsvergadering voor. En die hebben we niet zo heel vaak, 7 keer per jaar. En ik ga ook veel op bezoeken. En dat is ook wel leuk, want dat gaan we nu doen. Waar zijn we, Robert-Jan? Daar zijn we weer, in Noordeinde, een van de 13 kernen van deze mooie gemeente. En waar gaan we naartoe? Ja, we hebben een bijzonder bezoek, want dat hoort ook bij het burgemeestersambt. Ik ga een 60-jarig bruidspaar bezoeken. Dus die zijn 60 jaar getrouwd. En dat zijn hele mooie dingen om te mogen doen. Dat je ook onderdeel van die feestvreugde uit mag maken. Dat is wel heel bijzonder. Ja. En ik heb altijd een speciaal cadeautje bij me. Ja, ik zie bosbloemen. Ja, en een kopie van de originele trouwakte. Oh, dus Dat is ook wel heel bijzonder, want die zien de mensen normaal gesproken niet. Nee. Ze zetten hun handtekening eronder en dan gaat die in het archief in. En nu 60 jaar later heb ik hem bij me. Kijk, dat is ook een prachtige mooie bos, hè? Een handgeschreven kaartje. Precies op de tijd. Ja, man van de tijd, hè? Van harte gefeliciteerd. Dank u wel. Ik heb nog een cadeautje bij me, een herinnering. En dit is een hele bijzondere, want dit is een kopie van uw trouwakte. Oh? Dus daar heeft u. Oh, wat leuk! Naast leuke momenten zijn er ook mindere. Nou, er zijn ook momenten van rouw. Hè. Er gebeuren soms heftige ongelukken of een grote brand of een ramp. Maar ik heb me heel erg gerealiseerd dat je dan als burgemeester juist ook iets kunt betekenen. En dat is niet omdat Robert-Jan van Duin zo'n leuke vent is, maar het is echt, als ik dit keten omdoe, en zo werkt dat ook, dan vertegenwoordig ik iets dat groter is dan mijzelf. Ja. We zijn in het mooie Langeraar bij voetbalvereniging Altior. Ja, jij wilde vroeger ook zelf natuurlijk voetballer worden. Dat is hem eigenlijk niet geworden, hè? Nee, dat is hem niet geworden. Maar waarom ben jij burgemeester geworden? Nou, dat vond ik eigenlijk veel leuker. Ik zou nog steeds wel profvoetballer willen worden, maar dat zit er niet meer in, denk ik. Ja, ik ben ooit in de politiek een beetje betrokken geraakt. Helemaal niet met het idee om daar een carrière in te maken, zeker niet. Dus ik was eerst raadslid en later werd ik wethouder. En ik merkte dat, gek genoeg, de politiek mij steeds meer tegen begon te staan. Dus het partijpolitieke, dus altijd maar net weer even iets scherper zijn dan de ander en een snedige interruptie. En, ik begon daar steeds meer moeite mee te krijgen. En als wethouder kon ik al veel meer zeg maar, besturen, vooruitkijken, met de hele raad bezig zijn, met inwoners. En ik dacht dat ik dat als burgemeester nog meer zou kunnen. Ja. En daarom dacht ik op een gegeven moment, misschien is het wel mooi om me daar eens wat op te gaan oriënteren. Maar niet overal. Sterker nog, eigenlijk ja, vooral hier in de gemeente Nieuwkoop. Ja, Robert-Jan, waar ligt dan die uitdaging als burgemeester? Nou, die liggen er in deze gemeente sowieso heel veel. Een hele mooie landelijke gemeente in het Groene Hart. Een Natura 2000 gebied met de Nieuwkoopse plassen. We hebben een hoop boerenbedrijven. Nou, je snapt dat af en toe ook best lastig is. En we willen ook nog wel wat bouwen voor de mensen die graag in hun eigen dorp willen blijven wonen. En hebben we het over wonen? Dan is er maar één man natuurlijk. Hi. Welkom. Dankjewel. Goed dat je er bent. Ja. Hi. Goed dat je er was. Ja, zeer voldaan. Succes. En, mooie gemeente hier. Veel plezier in Vrouwenhakken, een van de andere mooie kernen hier. Gaan we doen. Wat ik zo leuk vind aan deze gemeente is dat het midden in het Groene Hart is. Een sterk verenigingsleven. Ja, dat spreekt mij ontzettend aan. Plus dat de mentaliteit die men hier heeft, daar hou ik ook wel van. Niet zeuren, niet lullen, maar poetsen. Ja, nou, ik zou zeggen, score hem erin. Ja, zullen we het maar doen? Kijk. Volgende bezoek gaat alweer door. Je hebt drukke agenda volgens mij. Voor onze regio politieeenheid Den Haag ben ik portefeuillehouder arbeidsuitbuiting en mensenhandel. Dat is weer een heel ander thema, ook soms heftige thematiek. Maar ik vind het ook belangrijk dat ik me daarvoor in kan zetten.
Welkom in Langenaar, de burgemeester is top. Dankjewel. Goedenavond allemaal. Laat ik maar beginnen te zeggen. Van harte gefeliciteerd allemaal. Beste Langenaarders, ga ik een van die vrijwilligers speciaal bedanken. Hans van der Meer, dames en heren. Het gaat hier niet zomaar om een bedankje, om een hand. Het gaat hier om een koninklijke onderscheiding. Onze majesteit de koning heeft behaagd om jou te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dat is ze niet, hè? Nee, dat is echt nog niet opgerekend. Nee. En ook niet nodig. Jawel. Nee. Ja, zeker wel. Dat was bijzonder, Robert-Jan. Zeker bijzonder. Het zijn altijd die bijzondere, leuke momenten volgens mij, hè? Ja, dit is fantastisch. En wat Hans, die ik het lintje op mocht spelen, ook zei, dat vond ik ook zo mooi. Dus dat ik het had niet gehoeven. En dat tekent ook wel die vrijwilligers, maar ook dat hij zegt, als ik hem dan toch op mijn jasje krijg, dan is dit, staat het symbool voor al die andere vrijwilligers. Toch een beetje zo'n speciaal bedankje eigenlijk, hè? Ja, en zo werkt het ook. Ik hoop dat hij weer een voorbeeld is voor heel veel andere generaties vrijwilligers. Wij hebben ook een bedankje voor jou. Hey. Nou, wat leuk. Hey, bedankt de burgemeester Robert-Jan van Duin. Dank. Fantastisch. Leuk dat we bij jou langs mochten komen. Ja, leuk dat jullie zijn. En heel veel goeds.